wat we gaan doen is het volgende. We hebben momenteel de 5 en de 51. Dat noemen we dan gezamenlijk de Amstelveenlijn. Wat wij willen een hoogwaardige tramverbinding daarvan realiseren. Dat worden 3 lijnen eigenlijk, om het heel goed te zeggen. 1 lijn vanuit de Westwijk naar het Leidseplein. En 1 lijn vanuit Binnenhof naar Amstel. Ja. En een 3e lijn wordt een spitslijn tussen Westwijk en Zuid. Dus dan krijgen we in feite 3 lijnen op dat traject. Dus, jullie willen dat de tram over de A10 gaat rijden, hè? Ja, er zijn nu plannen om de A10 te ondertunnelen. Dat is in Amsterdam-Zuid, zeg maar, bij het station. Dan is het wel van belang dat het heel goed geregeld wordt dat deze tramlijnen die worden aangelegd, dat die in ieder geval kunnen doorrijden tijdens de ombouw. Geldt ook voor de ombouw als dit wordt besloten hier. Hoe gaan we regelen dat het zo kort mogelijk uitlegt en het vervoer, want dit is een hele belangrijke ader voor Amstelveen en Amsterdam, dat die in ieder geval zo goed mogelijk bediend blijven. Dus in de toekomst zul je altijd over moeten stappen als je naar het Centraal Station wilt vanuit Westwijk? Nou, wat wij onderzoeken momenteel is te kijken of wij vanuit Leidseplein een doorgetrokken tramvariant kunnen realiseren naar het Centraal Station, zodat je kunt blijven zitten. Dat onderzoek loopt nog en daar heb ik nog geen uitzaadsel over. Maar dat wordt een trage verbinding. Als je snel bij CS wilt zijn, dan moet je vanuit die snelle tramlijn Westwijk moet je overstappen op Zuid met de Noord-Zuidlijn straks. Ja, in feite stap je dan over op station Zuid. Daar willen we een hoogwaardige overstap creëren. Waarbij je trein, tram, de ringlijn, de Noord-Zuidlijn, de metro's, de trams, de bussen, de auto's, de taxis en de fietsen heel dicht bij elkaar proberen te situeren en te plaatsen. En waarbij je dan inderdaad met de tram kan overstappen op de Noord-Zuidlijn. En dan ben je, als je kijkt naar het traject Zuid, Centraal Station, ben je nog 11 minuten onderweg. En dat is inderdaad een hele snelle verbinding. Ja, we realiseren ons dat de overstappen vervelend is. Daarom pleiten we in ieder geval voor diegenen die in één keer door willen, dat je nog steeds direct naar Amstelveen kan komen. Want de lijnen komen er iets anders uit te zien in de plannen. De lijn zeg maar, die dan Leidseplein CS zou doen, die zou naar de Westwijk gaan. En de andere lijn Amstel zou naar Binnenhof gaan. Dus in die zin zou dat dan misschien kunnen blijven met een aantal minuten extra. Anderzijds, er was geen ander alternatief, helaas. De Noord-Zuidlijn, dat was A, onbetaalbaar. B, nou ja, een ombouwtijd die gigantisch lang is. En de vraag is of het überhaupt allemaal kon. Dus ja, lijn 51. Ik had graag gewild dat die wel toekomstvast kon zijn. Maar helaas, ja, dat zit er niet meer in feite, op die manier. Wat vinden jullie over het algemeen van de plannen die nu voorliggen? Nou, over het algemeen zijn het plannen die ons veel meer aanspreken dan dat je een Noord-Zuidlijn zou doortrekken naar Amstelveen. De Noord-Zuidlijn was praktisch onbetaalbaar en er zouden heel veel haltes komen te vervallen. Bij deze plannen komen er in feite, ik noem maar even 2,5 lijn. Eentje naar Leidseplein, maar we willen liever naar CS doorrijden. En eentje naar Amstel. Waarbij je, als die er dan uiteindelijk komt in eind 2017, makkelijk kan overstappen op de Noord-Zuidlijn op station Zuid. Het hele plan ligt nu ter inspraak. Als individuele burger kun je eigenlijk nog wel veel invloed hebben, want het gaat om 4 overheden. En hoe moeten de burgers daar dan invloed op uitoefenen? Iedereen kan inderdaad inspreken, dat is ook al gebeurd. Er zijn verschillende mensen die al ingesproken hebben. Dat kan nu inderdaad vanaf nu formeel ook. Daar nemen we ruim de tijd voor, gewoon de wettelijke procedure lopen we af. Ja. En pas na de zomer komen we daarop terug met een reactie. We gaan een aantal stations verdwijnen in de plannen, waaronder Amstelveen Centrum. Hoe kan het dat zo'n belangrijk station gaat verdwijnen? Nou, wat we gedaan hebben, we hebben gekeken naar alle haltes. Naar zowel het gebruik van de halte, want dat weten we uit cijfers, als naar de afstanden tussen de haltes. Dan kijk je vervolgens naar de bedieningsgebieden. En dan zie je dus in Amstelveen dat een aantal haltes, ook in Amsterdam, elkaar overlappen qua bedieningsgebied. Dat betekent dat de reiziger, de bewoner of de werknemer, die kan kiezen uit verschillende haltes. Dat zien we duidelijk gebeuren. En het is om de reissnelheid te vergroten? Vervolgens hebben we gezegd van, nou ja, als er inderdaad veel overlap is in het bedieningsgebied van de haltes, dan zou je het efficiënter kunnen maken en sneller kunnen maken op het moment dat je haltes combineert of schrapt. En dan kun je inderdaad de snelheid vergroten. En als je dan kijkt naar het aantal mensen wat een nadeel daar ondervindt en het aantal mensen wat een voordeel ondervindt, dan zie je dat toch veel meer mensen voordeel daarvan hebben
dan het aantal mensen wat er nadeel onder heeft. Als het gaat om loopafstanden naar de halte toe. Maar doordat je de snelheid vervolgens in het traject verbetert, gaan ook die mensen er per saldo, afhankelijk uiteraard van de afstand die ze reizen, kunnen ze erop vooruit gaan qua totale reistijd. De leerplichtbus is voor het eerst ingezet om verzuimers aan te pakken. Wat is precies de doelstelling van de leerplichtbus? Het gaat erom dat kinderen die zich ziek melden op school, daar krijgen wij meldingen van bij de leerplicht. En dan gaan we kijken of ze inderdaad ook ziek zijn of dat ze gewoon lekker een dagje wat anders willen doen. En als dat het geval is, ja, dan mogen ze mee in de bus en dan worden ze naar school gebracht. Waarom moet het met een bus? Kan het niet gewoon met een personenauto? Nou, dit is van de actie leerplicht vanuit Amsterdam. Dat doen ze het al jaren met heel veel succes. Kan het ook in een gewone auto? Nou, zo'n bus is wat handiger. Kun je ook nog wat mensen meenemen. Kun je er ook nog eens even rustig over praten. Dus vandaar vanuit de praktische kant. Dus leerlingen worden dan thuis gehaald en in die bus gezet en dan? Dan gaan ze terug naar school. En wat je vaak ziet als je eenmaal zo'n bus, je kunt je voorstellen als je denkt van nou ik ben lekker een keer aan het spijbelen. En dan komt zo'n hele grote bus staat er voor je deur. En de buren zeggen van jongen, wat is daar aan de hand? Ja, dan ga je de volgende dag zeker wel weer naar school. Want dat overkomt mensen niet vaak twee keer. Dat is een soort schandpaalfunctie. Maar schandpaal zou ik het niet willen noemen, maar het is wel heel zichtbaar. En ja, je weet wel waar je aan toe bent. Wat zijn nou de oorzaken van spijbelen? Want de meeste leerlingen gaan gewoon naar school. En leerlingen die dat niet doen, die moeten daar problemen hebben of zo. Hoe zit dat? Dat is heel, heel verschillend. Sommige mensen hebben echt zorgproblemen. Sommige jongeren zitten echt in de knel. Sommigen vinden het gewoon leuk om wat anders te doen. Er zijn heel veel verschillende oorzaken. Wat verzuim wel, waarom ik het ook zo belangrijk vind. Je weet als mensen, als het te vaak gaat, als mensen te vaak weggaan van school, ja, dan vallen ze vaak uit, halen ze geen diploma, komen ze moeilijker aan het werk. Vandaar dat we er echt bovenop zitten dat, dat kinderen zoveel en jongeren zoveel mogelijk naar school gaan. Dus 4 juni is dat project gaan rijden hier, die bus. En dat gaat dan nog een keer voor de zomer. Ja. Dus 2 keer in totaal? Ja, 2 keer in totaal. Beginnen we mee, kijken hoe dat werkt. We proberen ook samen te werken met Amsterdam. Ook de wethouder van onderwijs, Lodewijk Asscher, is mee geweest. Veel kinderen bijvoorbeeld van Panterij en ook van andere scholen, ja, die komen uit Amsterdam. Net zo goed als veel kinderen vanuit Amstelveen bijvoorbeeld naar Amsterdam gaan. Ja, en we willen niet dat we zeggen van nou, het gaat ons om jongeren die hier een opleiding genieten. Die stadsgrenzen, dat is allemaal heel interessant voor gemeentebesturen. Maar voor jongeren maakt dat natuurlijk helemaal niet uit. Dus proberen we zo samen op te trekken. Over hoeveel jongeren hebben we het nu eigenlijk in Amstelveen? Nou, wat we zien qua verzuimmeldingen is, begin van de week is het altijd vaak wat meer dan aan het eind van de week. En even uit mijn hoofd was het, geloof 16, 17 verzuimmeldingen heb je dan. Per week? Ja, nee, per ochtend. Op zo'n maandagochtend. En voor de hardnekkige verzuimers, daar gaat dan die bus op af? Zo is het. Het is wel vaak van mensen waar we al van weten van nou, daar is al wat vaker aan de hand. Daar ga je natuurlijk gewoon eens wat extra kijken. Dure bus? Nee, valt heel erg mee. Dat is juist het leuke. Het is geen luxe touringbus à la Nederlands Elftal. Het is gewoon een hele gewone bus. En wat ik zeg, Amsterdam heeft hem al aangeschaft. Dus jullie huren hem af en toe? Wij huren hem af en toe. We lenen hem af en toe. En zo hoort het ook als goede buren. Is spijbelen niet gewoon strafbaar? Staat er niet een boete op of zo? Ja, maar goed, op zich kan dat, maar dat moet dan weer aangetoond zijn. En dat is allemaal nog wel een best wel ingewikkelde regel. Eigenlijk wil ik helemaal geen boetes uitdelen. Ik wil gewoon dat jongeren naar school gaan, zoveel mogelijk. En als er wat is, dat er wat aan hun problemen gedaan wordt.